mensen. Een vriend van mij komt naar mij toe en hij vraagt me het volgende. Weet je, hij zegt zo van: hey baatje, ik weet dat je nu al een tijdje fitness en ik wil ook beginnen met fitness. En ik vroeg me af of je een paar tips voor mij. Ik zeg: broer, natuurlijk, maar je bent mijn boy. Je bent hier in mijn tempel, broer. Je kan mij alles vragen. Dus ik vraag aan hem: broer, wat wil je bereiken? Waarom wil je fitnessen? Ik verwacht een antwoord zo van: ik wil meer massa, ik wil breder worden. Of juist, ik wil afgetraind worden. Of ik wil meer conditie krijgen. Hij zegt letterlijk het volgende: chicks. Ik zeg: hè? Chicks, broer, alleen chicks. Ik zeg: je wilt gaan fitnessen om chicks te fixen of wat? Ja, als het kan. Als het kan, broer. Kan het? Broer, het kan. Maar ga even op die houten kruk daar zitten. Daar is die, hij is daar, de houten kruk. Ga eens even daar zitten en laat professor Zakiri jou iets uitleggen. Voor alle boys die willen gaan fitnessen om chicks te fixen, om meisjes te krijgen. Je gaat ze krijgen. Je gaat ze krijgen, oké? Maar, boys. Meisjes houden natuurlijk van sixpack, meisjes houden van een gespierde lichaam. Je gaat ze krijgen. Maar, wat jij meer gaat krijgen dan meisjes, is jongens die naar jou toe komen met complimenten. Jongens die naar jou toe komen en zeggen zo van: ey, ey. Ja. Die biceps van jou, hè? Hoe heb je die gekregen, godverdomme? Gewoon curls en isolatieoefeningen en shit optrekken en shit. The fuck is mis met jou, man? Ja, ik heb net fitness pre-workouts ingecheckt. Maar ik wil nog een vraag, hè. Die triceps. Hoe heb je die zo vers gekregen? Zelfde shit. Gewoon isolatieoefeningen en shit. En goed eten. Oké, ik weet genoeg, man. Ciao, man. Ziet er goed uit, hè. Blijf doorgaan. Jij ook. En dan komen er andere boys naar je toe en die zijn nog erger. Dan komen ze naar je toe en dan zeggen ze: the fuck is my show, man? Hey, ga eens daar staan, man. Doe eens, what the fuck? Sorry, man. Ik kijk naar je rug en die is fucking beest. Een W is gewoon een W. En ik vroeg me af hoe je hem hebt gekregen. Ik heb hem fucking in een pakje gekregen, oké? Okay? In een pakje boter. Fucking hard werken, hoe de fuck denk je hoe ik hem heb gekregen? Goed eten en je weet toch, gewoon. Fuck, kom je mijn nek hegen? Sorry man, ik zag die rug en ik dacht ik ga erin hegen. Maar broer, wat dacht je van een drankje samen, even in een cafeetje of zo? Bro, what the fuck? Ga de fuck achteruit, vriend. De enige fucking drankje die jij moet krijgen is Listerine. Met je stinkende adem. What the fuck? What the fuck? Ga je mee om een drankje vragen? What? The disrespect, broer. Ga snel naar huis. Pak een weight gainer als drankje of zo, oké? Okay? Ik ben niet op die fiets, oké? Okay? Ik ben niet about that life. Snap je? Dat soort boys ga je naar je toe krijgen, oké? Geen meisjes krijg je misschien, maar de meeste zijn boys die naar je toe komen en gewoon complimenten gaan geven, vragen hoe je het doet, vragen wat je eet, weet je. En dat is cool, dat is chill, maar sommigen overdrijven. Sommigen, ik zeg heel eerlijk. En dus voor de boys die denken, je gaat alleen maar chicks fixen, de meeste wat je fixt zijn complimenten van andere boys die ook fitnessen, oké? Peace out, motherfuckers. Ah!